En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over slechte make-up. Ik zou vandaag een andere video gaan maken, alleen nu moest ik maken met mijn vlogcamera. Alleen mijn SD-kaart van mijn vlogcamera besloot ineens random het niet meer te doen. Dus moest ik heel even snel een andere video-ideetje bedenken. Maar ik had hier nog een aantal producten liggen die ik niet zo goed vond. En ik dacht, laat me dit gewoon even aan jullie gaan vertellen. Dit zijn make-up producten waar ik gewoon helemaal niet achter sta. Ik vind ze gewoon niet goed werken. Grote disclaimer, like always, als iets niet werkt voor mij, kan het wel werken voor jou en andersom ook. En dat is gewoon helemaal prima. Maar deze producten werken in ieder geval niet voor mij. En daarom ga ik ze jullie ook gewoon niet aanraden. Sommige producten heb je misschien al wel gezien in een video of zo. Maar sommige producten ook helemaal niet. Want die heb ik gewoon helemaal niet gebruikt op beeld. Omdat ik ze al gewoon gelijk heel slecht vond. En ze toen daarna gewoon niet meer heb gebruikt. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, like always, even snel over deze make-up look. Als je wilt weten hoe ik deze look heb gemaakt, die heb ik gemaakt in mijn video. Waarin ik allemaal mijn nieuwste make-up en nieuwe kleding heb gereviewd. Deze lipstick had ik niet op in die video. Dit is een lipstick van Colistar. Die had ik toen unboxed in mijn mystery box video. In de kleur 74. Hele mooie donkere bruine kleur. I love it. Ik heb hem vandaag gebruikt voor de eerste keer. En ik vind hem echt fantastisch. Een hele mooie diepe chocolade bruine kleur. I love it. Oké, ik heb hier mijn bakje. En hier zit alle make-up die ik niet aanraad. Het eerste product is misschien een beetje apart. Want ik heb in principe dit product echt heel vaak aangeraden aan jullie. En ik vind hem nog steeds fijn. Alleen er is een beetje iets raars gebeurd. En dat zijn deze Superstay Matte Ink Lipsticks van Maybelline. Deze zijn echt amazing. Deze drie die ik hier vast heb. De kleur 75, de kleur 20 en de kleur 05. Deze drie kleuren amazing. Ik raad ze ook gewoon nog steeds aan. Maar ik raad specifiek alleen deze kleuren aan. Want ik vond dit product zo goed dat ik ook allemaal andere kleuren heb gehaald. Waaronder deze. Dit is dus ook een beetje een andere versie. Je kunt ook zien de verpakking is een beetje anders. Dit is van hun chocolade collectie. Ik heb hier de kleur 255. Prachtige kleur. Toen ik deze kleur zag in de kruidvat, ik dacht echt deze kleur. Dit is echt een hele mooie nude voor mij. Alleen deze is super plakkerig. Ik dacht echt, wat is dit? Ik ben dus deze drie gewend. Deze zijn gewoon helemaal niet plakkerig. Worden gewoon helemaal mat, drogen snel op en blijven echt letterlijk de hele dag zitten. Vooral die in het rood. Rood gaat er altijd heel snel af en dat is echt super lelijk. Maar deze bleven erop. Ik ging uit eten alles. Ook echt totaal niet plakkerig. Maar deze, ik weet niet wat ze hebben gedaan met de formule. Ik snap niet waarom ze het hebben veranderd of wat er ook is gebeurd. Alleen deze is plakkerig. Waardoor je lippen op elkaar gaan plakken. En je heel tijd stukjes lipstick eraf haalt. Doordat ze zo plakken en je eraan trekt. Krijg je allemaal gewoon van die kale plekken. Super raar. En dat doen deze allemaal niet. Maar deze wel. Dus ik weet niet of het gewoon de chocoladecollectie is. Of dat het verschilt per kleur. Maar deze raad ik dus echt absoluut niet aan. Ik vind hem echt vreselijk. Ik dacht echt, wat is dit? Why change a winning team? Als iets gewoon goed is, waarom verander je het dan? Dat begrijp ik nooit. Maar goed, deze, nee, ik vind hem echt niet fijn. Dan heb ik hier een eyeliner van SheGlam. SheGlam is het make-up merk die wordt verkocht bij Shein. Sinds ik SheGlam make-up heb gereviewd hier op mijn kanaal, ben ik obsessed. Het is super betaalbaar en die make-up was over het algemeen echt best wel goed. Dus ik dacht, ik bestel daar wat meer make-up, waaronder deze eyeliner. Dit is een gouden glitter eyeliner. Maar jongens, hij is echt heel erg slecht. Dit is hoe hij eruit ziet. Maar hij is super waterig. Kijk even hoe waterig die is. Kijk, er komt ook echt bijna geen pigment van af. En ik had hem ook helemaal geknoeid op mijn kleding. Omdat hij gewoon zo waterig was. Het is echt niet te doen. De kleur is heel mooi. Hij is heel mooi goud. Maar ja, het is echt niet te doen hoe waterig dit is. Kijk ook even dit. Het drupt er gewoon helemaal uit. Kijk even guys. Zien we dit? Zien we hoe het er gewoon helemaal zo uitdrupt? Oh my god, vreselijk. Heel mijn kleding zat helemaal onder deze eyeliner. En ik was zo enthousiast over SheGlam. Ik ben nog steeds enthousiast over SheGlam. Daar niet van. Maar ik dacht, ik ga deze mooie gouden eyeliner halen. Want die moest ik hebben, die had ik niet. En die miste ik voor in een look. En ik dacht, ik zag dit bij hun. Ik dacht, ik ga hem bestellen. Ik was er helemaal enthousiast over. En vervolgens zit heel mijn kleding onder gouden waterige eyeliner. En op je gezicht, ja, ik heb hem niet eens aangebracht. Jongens, ik zal jullie gewoon eerlijk bekennen, ik heb hem niet eens aangebracht op mijn gezicht. Je zag net wat er gebeurde. Dit zou heel mijn oogmake-up helemaal hebben verpest. Dus ik ben blij dat dit al is gebeurd voordat ik hem überhaupt op mijn gezicht heb aangebracht. Maar deze eyeliner, nee. Als je hem ziet, ga niet denken wat ik ook dacht, wauw, super mooi. Nee, ik zou hem gewoon niet bestellen, ondanks de lage prijs.
iets wat niet zo'n lage prijs heeft. En dat is deze Lash Freak Mascara van Urban Decay. Deze heb ik een lange tijd geleden ontvangen van hun in PR. Ik vind hem niet fijn. Ten eerste is het een super rare mascara. Kijk even hoe die eruit ziet. Ik snap dat je als make-up merk innovatief wilt zijn en anders wilt zijn. Maar wat is dit voor alien applicator, joh. Ik dacht echt, wat is dit? Hoe moet je hem ook aanbrengen? Moet je hem zo aanbrengen? Moet je hem zo aanbrengen? En er komt veel te veel product vanaf. Kijk even hoeveel product hierop zit. En dit gaat allemaal op je wimpers. Oh, mijn wekker gaat af, jongens. Dus ik heb hem echt een aantal keer gebruikt, omdat ik hem ook gewoon goed wilde vinden. Ik dacht echt, dit is zo apart, zo raar. Misschien breng ik hem gewoon niet goed aan. Dus ik heb een aantal manieren gebruikt. Ik heb ook online video's bekeken over deze mascara. En de meeste mensen hadden gewoon hetzelfde probleem als mij. Hij brengt veel te veel product aan op je wimpers. Het is helemaal niet mooi verdeeld. Je wimpers worden helemaal zo klonterig en ze blijven ook kort. Hij geeft geen lengte. Dus je krijgt van die korte, klonterige wimpers. En vooral voor de prijs van deze mascara verwacht ik wel iets meer van Urban Decay. Ik heb best wel vaak dat Urban Decay gewoon echt hele slechte producten heeft. Ik weet niet wat het is met hun. Af en toe hebben ze echt producten waarvan ik denk, wauw, supergoed. Maar heel vaak slaan ze ook echt totaal de plank mis. Zoals ook met dat paarse paletje van hun. Die had ik ook hier gebruikt op mijn kanaal. Echt een super slecht paletje. En niet gewoon een beetje slecht. Niet dat ik gewoon iets had van, oh, het is gewoon een iets slechtere kwaliteit. Nee, het was gewoon ronduit rampzalig. En dat heb ik dus ook met deze mascara. En van zo'n groot merk als Urban Decay, die ook al jaren bestaat, die echt wel weet hoe je goede make-up moet maken, sta ik er gewoon af en toe versteld van hoe ze toch elke keer weer kunnen uitkomen met dit soort rampzalige producten. Maar deze mascara, jongens, nee, it ain't it. Dan heb ik hier van Benefit de Ben Tint. Fun fact, dit was het allereerste product van Benefit. Heel leuk om te weten. Heb je verder niks aan die informatie, maar het is gewoon een leuke fun fact. Deze Ben Tint heb ik ook ontvangen van hun in PR een lange tijd geleden. Had ik ook gebruikt in een video. En in die video was ik er al niet heel enthousiast over, maar ik heb hem toch vaker gebruikt. Omdat ik gewoon, ja, dit was ook gewoon een vrij nieuw product voor mij, die ik nog nooit had geprobeerd. Een vrij apart product. En dan doe ik wel altijd iets meer effort, omdat ik gewoon het echt goed wil gebruiken. En niet dat het aan mij ligt. Maar ik heb hem nou echt al een aantal keer gebruikt. Dit is een soort van tint voor je lippen en je wangen. Op je wangen beginnen gewoon niet eens aan. Op de lippen vond ik hem nog gewoon best wel oké. Hierin lijkt hij heel donker. Maar dat is hij niet. Hij geeft zo een beetje zo'n rode tint af op je lippen. Het lijkt een heel mooi concept. Ik heb hier ook een lip tint van Clarins. En die is echt amazing. Deze lip tint is echt fantastisch. Maar deze van Benefit, ondanks dat dit hun eerste product is. Kijk, je kunt nou ook zo die steen zien. Vooral op mijn lippen. Ik heb vrij droge lippen. En ik heb allemaal van die droge plekken op mijn lippen. Als je dat al hebt, moet je hier al helemaal niet aan beginnen. Want hij blijft compleet plakken aan die droge plekken. En wat er dan gebeurt, is dat die droge plekken donkerder worden dan de rest van je lip. En het wordt gewoon één grote vlekkerige bedoeling op mijn lippen. En het is echt niet mooi. En mijn lippen zien er dan nog droger uit dan dat ze al zijn. En het valt ook meer op. Omdat dus die droge plekken extra gaan opvallen, omdat ze wat donkerder zijn, valt het echt op dat je gewoon super droge lippen hebt. En dat is echt absoluut niet wat je wilt. Dus ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Als iemand misschien een tip heeft van hoe ik hem beter kan gebruiken, weet ik veel. Niet dat ik dat verwacht, want ik heb hem echt op verschillende manieren gebruikt. En elke keer vond ik hem gewoon niet goed. Maar het kan ook zijn dat het gewoon aan mijn droge lippen ligt. Dus misschien voor de mensen die dat niet hebben, misschien dat het wel werkt voor jullie. Als dit werkt voor jou, let me know beneden in de reacties. Maar voor mij, en ik denk voor alle mensen met vooral droge lippen, is dit gewoon niet het product voor ons. Dan heb ik hier de NYX Epic Ink Liner Pen. Dit is echt een holy grail voor heel veel mensen. Dit is echt een hyped up product. Heel veel mensen vonden hem heel goed. Ik had hem nog nooit gebruikt. Ik had hem voor het eerst gebruikt in het bruin. En in het bruin vond ik hem niet zo fijn. En toen had ik iets van, waarom vindt iedereen hem zo fijn? Die bruin is echt slecht. Er kwam ook echt bijna geen pigment vanaf. Heel waterig. Maar toen had ik iets van, nou, iedereen hyped altijd de zwarte op. Dus misschien is er een verschil met de bruine en de zwarte. Dus heb ik de zwarte gebruikt. Veel te waterig. Veel te waterig. Ik snap niet hoe men dit gebruikt. In principe is de punt heel erg fijn. Het is een fijne pen. Hij is ook echt super zwart. Dat is er ook heel fijn aan. Hij geeft echt heel veel pigment en hij wordt ook gewoon mooi mat. Maar hij is zo ontzettend waterig. Ik breng hem dan zo aan en het lekt helemaal uit, zeg maar. Het gaat helemaal zo bloeden. Je kunt ook hier zien trouwens. Kijk, je kunt ook hier zien. Het is hier gewoon helemaal aan het bloeden. En ik had echt iets van, hoe gebruikt men dit? Het is zo ontzettend waterig.
smerig. Het is gewoon niet te doen. Ondanks dat de pen wel heel fijn is. En de formule zou heel fijn geweest zijn als hij niet zo waterig was geweest. Als hij iets minder waterig was geweest, was ik hier echt een fan van geweest. Maar dat is hij nou eenmaal niet. En het, ja, het ging echt alle kanten op. En het is echt een mes. En ik heb hem echt vaak gebruikt, mensen. Ik heb hem echt een aantal keer gebruikt. Ik vond hem wel heel fijn met Halloween. Als ik zo van die dingen moest maken op mijn wang. Een sneeuwpop en zo. Daarvoor was hij heel erg fijn. Maar als je heel secuur moet gaan werken, waar die ook echt voor is, als je echt een hele wing wilt maken, ja, ik weet niet hoor, maar ik kan hier gewoon echt niet mee overweg. Het gaat echt alle kanten op, het is super waterig en het bloedt echt compleet gewoon. Dus ja, ik weet niet, maar ik ben hier echt geen fan van. Nou mensen, dat was het dan. Dit waren alle producten die ik jullie gewoon niet aanraad. Ik heb ook echt mijn best gedaan om zo goed mogelijk uit te leggen waarom ik ze niet aanraad. En zoals ik al zei in de intro, misschien werken ze wel voor jou, dat kan. En dat is ook echt helemaal prima. Alleen voor mij werken deze producten gewoon helaas niet. Ik ben wel altijd blij dat het meeste van alle make-up die ik test altijd wel gewoon goed is. Dus daar ben ik wel happy mee. Maar gewoon hier en daar zitten er gewoon een aantal producten bij die ik gewoon niet zo fijn vind helaas. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!